gebeuren. Ja, dat is ook nog meer deze kant op. Ja. Oh ja, sorry, maakt niet uit. Hey jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van Amateurvissen.nl. Ik zit hier met Jurgen aan de vijver. Het is bloedje, het is 32 graden vandaag. En we wouden eigenlijk overdag gaan vissen, hè? Maar, ja, eigenlijk in de ochtend, maar hold niet zet. Het was 32 graden, dat was niet normaal. Dus het is nu 10 voor 6. Ik ben net gesetteld. Ik ga op de Jurgen methode vissen met de feeder. Zonder voer. Zonder voer. Ja. Alleen maar lood eraan en een beetje bijschieten. Vlak uit de kant, ik denk een meter of drie. Het zal het zijn, nou, 3 meter. Even kijken, Jurgen vist met de vaste stok nu langs de kant. 30 centimeter. Misschien straks ook nog even de feeder, misschien ik straks nog even de vaste stok. Ik vis alleen maar maaien en ik voer niks. Voer je er helemaal niet? Nee, alleen maaien voeren. Of waar voeren, ja. Ja, een liter of zo, 1,5 liter. Ja. Ja, dus we gaan het meemaken. Dus, ik denk dat het een drukke avond wordt vanavond. We gaan het zien. We gaan het zien. Komt goed. Hey, Jurgen gaat zijn eerste vis al, Jurgen. 1 minuut. 1 minuut. 1 minuut bezig. Oh. Dat komt met een beetje. Ja. Een hele mooie zeel. Mooie zeelt, jongen. Laat eens kijken. Ah, mooi vis, hè. Ja, een dikke. Ja, let op voorhengel. Ik denk zo. Ja. Helemaal goed. Oh. Dat is echt lekker over mijn vuurstek heen, jongen. Ja. Ja, echt. Een mooie zeel. En een zeelt. Ah, ja, dankjewel. Hopla. En een mooie zeelt. Nou, ook één minuut. Ook 1 minuut, ja. Oh, niet normaal, jongen. Die, oh, mooie vis. Dan is er los. Daar lig ik. Niet verder. Ik kan laten zien. Uw ladderspect is laat niet zien. Heb ik lig 40 centimeter aan de kant. Ik, dat is mijn dobbeltje. Ik zit met 2 deeltjes, heel kort. Nou, gaan we het zien. Oh, gaat lekker. Hoe lang zijn we bezig? 10 minuten? Draf. Oh, lijn draf niet. Nee, gewoon los. Oh. Niet normaal, hè? Ja. Zonder voer, hè? Ja, dat is gewoon echt niet normaal. Ja. Oh, hij is nog niet moe, jongen. Hij duikt nog gewoon. Duikboot. Nog niet met de kop boven geweest. Yes! Oeh! Ah. Dankjewel, maat. Oh, toch een dikke. Een goeie, ja. Ja, nou dat gaat. Die gaat een partij geheugen kosten voor Tom. Dit, dat is niet normaal. Het is gewoon ingooien, uithalen. Slag over slag. Ik heb een zeelt. Hop. Nummer 14. Zo jongens, ik heb even de hengel aan de kant liggen hier. Want we zijn 20 minuten aan het vissen. En we zitten nu... Een half uurtje. En hoeveel stuks hebben we? 19 stuks al. Dus ja, je moet even bijkomen. Ik krijg er dorst van. En allemaal met de pallets. Ik zal dadelijk iets van de montage laten zien. Dat is ook altijd wel handig, omdat het iets anders vist dan normaal. Jurgen heeft er nu ook een onderlijn met een baitband aan gedaan. Dus ja, het wordt een druk avondje. Ik denk dat ik goed slaap vanavond. Oh, Jurgen heeft er weer een. Hoppa! Dikke karp. Nou, ik heb hem een minuutje uit liggen. Nou, nog niet eens. 30 seconden. En dan weer de volgende. Dus weer een schubkapertje. Ze zitten echt op de stek, jongen. Niet normaal. Nou, ik ga het nu pas trekken. Oh, tok. Had Jurgen een bijna loodervaring. Ja. Nou, Tom is het tussenstuk op het nemen en ik ga gewoon door mijn vis drillen. Mooi zeelt. Sterke vis. Ja, aan de pallet. Hoppakee, en netje, nummer 20. Ik zal even wat van de montage laten zien, jongens. Dat heb ik jullie beloofd natuurlijk. Een dumbbell doen ze toch niet veel op, dus kan ik eens eventjes... Oh, Jurgen, die slaat alles mis. Bijna mijn hengel kwijt. Bijna zijn hengel kwijt. Kijk, ik heb gewoon een onderlijn van 2200 staan. En daar zit een loodje overheen geschoven. Dit is een matrix loodje van 30 gram. Het zijn deze. Die zijn van Jurgen. En dat is inline, dus die schuift gewoon over die onderlijn. Of onderlijn, over die voorslag, de hoofdlijn heen, zeg maar. En daaronder heb ik een Guru haak. Een flinke haak, voor denk wel 10 of zo. Is dat de verpakking? 10, oh, is dat de verpakking? Ja, 10, ja. Dat is haak nummer 10. Dat ik nu in het dumbbell aan, maar daar doen ze niet zoveel op. En dan doe ik eventjes een...
en een gewone pallet weer eraan. Dan heb ik zo'n Guru pallettangetje, zie je, daar haal je dat elastiekje mee open. Dan heb ik een gele pallet. Die doe ik daar omheen. Oh, een beetje gepeeld, dat zijn kleine palletjes. Ja, en dan gooi ik hem, nou ja, het zal het zijn, 10 meter uit de kant. Ik zei net geloof ik 3 meter, maar mijn hengel is 3 meter, dus dat sloeg nergens op. Amateurvis.nl. En even kijken. Het is een beetje moeilijk mikken af en toe, als de korte afstanden, maar hij ligt wel goed. Oké, dit is een dikke. Niet zo dit. Ik heb altijd de neiging om dan die molen tegen te houden. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Die spoel tegenhouden, ja. Maar ja, dit is een dikke, die gaat er echt goed vandoor. Het is geen zeelt in ieder geval, dat weet ik wel. Dit slaat echt nergens meer op, jongens. Het is gewoon 6:30 zitten. Gewoon een half uur te vissen. Hè. 33 minuten of zo. En er vliegt de ene naar de andere, die vliegt erop. Dat is echt bizar. Maar dit is een dikke, Jurg. Ja. Ik heb een groot kaper net bij, jongen. Ja. Even kijken wat er precies. Ja, voor een minuut of 10 met een lamme arm. Ik krijg er dorst van. Heb je nog de tijd dat je drinkt? Nee, ik wou wat drinken pakken, maar ik durfde niet. Dat is echt bizar. Ah, wel een fijn hengeltje. Eerst had ik zo'n Aventus Steve Ringer. En die zijn ook hartstikke fijn, maar die zijn wat licht. Maar dit is gewoon een normale Aventus 11 voet feeder. En deze is wat stugger. En dat merk je, ja, dat merk je eigenlijk vooral met dit soort vissen, merk je dat wel. Jongen. Deze is heel wijd erop. Die gaat maar gewoon. Ja, ik durf hem niet strakker te zetten. Nee, er zit er nog wat op van. 17,5 kilo, ja. Ja, dat is deze niet. Maar ik weet niet hoeveel kilometer die is. Steur. Dat is niet de steur. Nee, deze is steur. Dit is een kaper. Ja. Dat denk ik ook, ja. Ja, die blijft maar gaan, jongen. Moet ik hem niet stoppen. Ja, ik zei hem iets, ik kan hem iets langer zeggen. Maar die blijft gewoon gaan, jongen. Je wordt van mij eens moe. Ah. Ja, ik ook, ik ben nu al moe. Ja, dat is goed. Ik denk het ook, ja. Hij zit echt ver weg. Hij gaat helemaal verstek vanuit je auto. Ja, denk ik ook. Oh man. Huh? Nee, daar heb ik een beeld weer, daar sta ik er niet op. Dat moet jij doen met je voet met de GoPro. Kan allemaal. Oh. Nou, hij komt. Werken, jongen? Ja, echt. Ben je niet meer gewend? Nee. Hoppa. Nou, nummer 26. Een hele mooie zeelt. Echt een mooie. Een mooie stukje. Alleen, daar hebben we zo'n dikke lippen. Nou, je zit weer al close, dus daar komt kijk. Mooie vis. Nou jongens, het is nu 7:20. Het is even stilgevallen, al zo'n 20 minuten. Er stonden een hoop mensen achter te kijken en dat is toch altijd, dan vang je toch altijd wat minder op een of andere manier. Tenminste, op deze vijver wel lijkt het. Of de beet is er gewoon even uit, dat kan ook. Hè. Ik heb er nu een dumbbell waft eraan zitten, maar daar doen ze nog niet zoveel op. Maar bij Jurgen doen ze ook niet meer zoveel op dit moment. Dus eventjes wachten. We hebben er nu, hoeveel hebben we er jongen? Hoeveel? 34 stuks. Dus samen, hè? Dat is niet verkeerd. Maar heel veel zeelt op een of andere manier. Echt heel veel zeelt. Dus dat is wel mooi. Ik ga nou met een pasta vissen of met een deeg, hoe je het wil noemen. Dit is een deegdobber. Speciale dobber. Kijk, er zit geen lood aan.
Hier heb ik een paar kleine loodjes zitten en hieronder helemaal niks. Kijk, er zit helemaal geen lood aan. Grote hak. Focus zoeken. Maar het 10 of 8 is daar. Deze. Dit is de gele van Pluis. En dan pak ik zo weer uit. En dan beetje kneden. Hè? Beetje vast wordt, leg de haak erin. Zo, erin, onderkantje recht maken. Hop, dan gaan we hem ingooien. Ik hang er zo aan. Best wel een grote knikker. Nou, laat ik hem hier zakken. Aan het kantje. Ja, dan is het wachten tot hij onderschiet. Net was ik bijna mijn hengel kwijt. Trok hem met de steun. Dus ja, dit is geen beet. Zakje over het randje. Die deeg die draagt de dobber, zeg maar. Jurgen die had net een dikke hoge Franse kaper, leek het wel. Mooi op de dronebeelden vast kunnen leggen, zoals jullie gezien hebben. Maar bij mij is het een beetje uit. Maar ik heb ook net met die drone zitten vliegen en alles, maar ja, moet even afwachten. Maar ik krijg wel lijnzwemmers de hele tijd, zo tjoen tjoen tjoen. Maar ja, komt wel weer. Kijk, daar zit hij weer. Toink, toink. Blijft er een beetje aan zuigen, is een zeugert. Een smerige zeugert. Kijk, zit hij weer te zuigen, man. Ah, die pellen is af te sabbelen. Come on. En Jurgen die heeft veel lossers, op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Ik denk vals gehaakt. Vals gehaakt, ja. Er ligt veel vis op die stek. We zwemmen daar doorheen en dan kreeg je dat. En voor het andere pellets proberen. Ik heb ook nog deze bij. Premium quality carp food. Dus die ga ik nu eens even mee aan de slag. Oh nee, ik ga deze eens proberen. Die, Jurk, die is er niet aan het opletten. Hè. Ja, daar gaat hij weer. Deze zijn van... Meer eraf? Oh, dat was een dikke. Deze zijn van tegennotenkoop.nl. Halibut pellets. Altijd goed op gevangen. Dus, moet hier ook lukken, ja. Ja. Allee, moet ik eens proberen, hè. Even kijken. Ja, 9 mm korrels. 6 mm korreltjes. Voor in een bandje. Ik verwis er natuurlijk ook nog altijd met een oude chipmais. Slow sinkers van Mainline. Even denken, 4 mm. Denk ik, ja. 3 mm. Slow sinkers van Fun Fishing, 6 mm. De hengelspot pluiskorrels om te voeren of in een bandje. Ja, en dan voor de grote klappers vissen we met deeg. Dus, ja, vroeger waren het alleen maaien en pieren. Dus de keuze is reuze. Ik heb een spiegeltje, Tom. Allebei tegelijk fisken. Allee joh. Ja, dan vang je weer een zeelt. We vangen echt zoveel zeelt. Ik denk dat we al 20 zeelt hebben, of niet? We hebben 48 vissen. 48 vissen hebben we. Ik heb er ook een eentje. Hop. Hoppakee, ze zijn een lopende band. Jurg gaat er ook weer in. Hè. Ja. Dat is echt... lopende bandwerk. Weer een zeelt. Nou, we hebben misschien al 20 zeelt. Dat is niet normaal, hè. Misschien nog meer. Het is echt wel even voor de week. Ja. Hoppa.
En ze zijn echt ontzettend wild, ja. Vangen ze nu allemaal op de pallets van tegennotenkoop.nl. Daar ben ik eraan aan het doen. En daar ben ik ook mee gevoerd net. Daar beten ze goed op. Dat zijn goede palletjes. Die zijn alleen wat klein om in de baitband te doen. Maar ik heb ook wat dikkere. Ik wissel het een beetje af, hè. Maar het gaat lekker. Ik vang ja. Ik ben net de camera aan het aanzetten. Even een nieuwe lens eraan gedaan. Het wordt een beetje donker. Kunnen jullie niet zien, want die lens is natuurlijk weer veranderd. Maar het is geen grote, maar die... Alweer een zeel, de 30e zeel of zo. En geen voer. Is geen voer. En, alleen maar zeelte, jongen. Hoppa. Hoeveel hebben we er nu? 53. Ja. Samen. Netjes. Allemaal zeelten. De ene zeelt naar de andere. Ja, er zit echt veel vis. Nou, daar even... Alweer eentje, jongen. Op de premium carp pallets van tegennotenkoop.nl. Zeg, die moet je hebben. Ja, dat is toch, ja, dat is geen hele dikke, maar niet zoals er straks. Maar dat is wel een kapertje. Trek je gewoon door de lijn heen, hè. Overal doorheen, hè. Jurgen had net beet, die had echt een dikke. We zagen hem azen. We zagen gewoon allemaal bubbels en hij gooit zijn dobber ertussen. Met zijn aas. Binnen 10 seconden, wam, helemaal weg. Ja, het duurde even, maar toen helemaal weg. En alles lijnbreuk. Was gewoon niet meer te houden. Maar deze gaat ook wel hard. Pas op, die komt jouw kant op, jongen. Dan gaat hij weer die kant op. Ik heb mooi eens laten vertellen, als je vis naar rechts wil en je trekt naar rechts, dan gaat hij naar links. Maar ik weet niet of dat waar is. Nou, een mooi kapertje, denk ik. Denk ik. Nou, dit... Een sport, ja. Poeh, je hebt toch een redelijk stuk hengel. Ja, ze trekken gigantisch. Ze gaan echt hard, ja. Moet eens kijken, ja. Mooie vis, man. Ja, toch wel. Ja, hij blijft gewoon trekken. Hij blijft gewoon trekken. Hij is nog niet... Ze blijven diep, hè? Ja, hij blijft heel diep, ja. Oh, een schutkamer, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Oh. Dat is te jammer. Wat is stuur? Nee, is niet te stuur. Ja, die is ook sterk, ja. Een hele mooie spiegel. Een mooie spiegel. Een dik. Een dikke spiegel, ja. Heel dik. Oh. Oh man, die zijn sterk, echt niet normaal. Ik denk dat mijn net wat te klein is voor deze, maar had jij nou een net? Oh ja, oh, dat past wel, ja. Dat past ook wel niet voor mij anders hoor. Hoppa, netje bij petje. Ah, oh, netjes, hij is al los, hij is al los. Lijkt het. Oh nee. Nou jongens, dat was lekker, hè? Cool. Ik heb mijn hengel nog uit liggen. Ik ben bang dat ik die dag water in flikkert, maar... Ja, wel een mooie afsluiter als je Living on the edge. We hebben goed gevangen, hè? Precies, ja, 60 stuk. We zijn bij 60 gestopt. Bij 60 gestopt. Het is kwart voor 10. Toen een beetje naar die hengel achter kijken. Want het is we echt, van alles gevangen. Ja, brazen, baarzen. Brassen, baars, zeelt. Spiegel, schub, zeelt. Ja. Veel vissen kwijt. Alle soorten, ja. Alles, ik denk 20 vissen kwijt samen. Ja, maar ik denk ook wel, 25, 30 zeelten. Ja, we hebben echt heel veel zeelten gehad. Ja, echt. Van klein tot heel grote. Klein tot groot, ja. En je hebt het in de video gezien, hè, die grote. Oh, dat was
dat was lekker. Ik had Tom beloofd dat we gingen vangen, hè? Ja, zonder voer. Hè? Zonder voer. Alleen maar schieten. Gewoon een loodje eraan. Ja, dat werkt. Vijfloodje. Ja, hier op de vijver is het laatste tijd sowieso een beetje een gek huis, volgens mij. Ja, ze bijten gigantisch goed de laatste tijd. Ja, gaat echt nergens meer over. Dus, vond je een leuke video? Vergeet niet te abonneren en keep on fishing.